De slingers met het getal 40 op het kantoor geven het al aan. De Rigom viert dit jaar het 40-jaar jubileum. Opgericht in 1972 met toen nog de naam Stichting Open Bejaardenwerk Os en Omgeving. Tijden en namen veranderen. En dat geldt ook voor de ouderen zelf, waarvoor Rigom zich inzet. Ja, dat is een heel uh, groot uh, verschil. Uh, er zijn natuurlijk ook steeds meer ouderen uh, gekomen in de loop der jaren. En we zitten nu nog volop in, uh, in de vergrijzing die, uh, die plaatsvindt. Maar mensen zijn ook ouder geworden, mensen zijn ook mondiger geworden, mensen zijn ook uh, ja, veel nadrukkelijker uh, uh, nog actief en gezond en uh, volop uh, in beweging. En die mensen willen wij natuurlijk ook uh, inzetten. Niet om ze om uh, um allerlei diensten aan te verlenen. Maar die kunnen we heel goed gebruiken om, uh, om als vrijwilliger iets voor een ander te gaan doen. De folders aan de muur maken duidelijk dat de rigom op veel gebieden actief is en veel activiteiten aanbiedt aan de doelgroep. Toch ontkomt ook deze instelling niet aan de bezuinigingen van de gemeente. En dat nu net in zo'n jubileumjaar? Ja, we hebben uh, ja, niet alleen dit jaar te maken met bezuinigingen. Maar dat gaat zeker nog een, nog een wat langere periode uh, bestrijken. Van de andere kant, ja, we bestaan dit jaar natuurlijk ook uh, 40 jaar. En dat is toch een, een moment waarop je stil wil staan. Uh, bij het 40-jarig bestaan. En vooral ook uh, uh, ja, je vrijwilligers en, uh, en de mensen voor wie we het uh, werk allemaal uh, verzetten. om daar uh, iets voor te doen. En uh, feestvieren is. Ja, hoeft geen uh, uh, ongelooflijk veel uh, geld te kosten. Je moet het, uh, het aangename met het nuttige zien te combineren. En ik denk dat we daar heel aardig in geslaagd zijn. De rigom is behoorlijk zwaar getroffen door de bezuinigingen. De eigen subsidie werd flink gekort. En de instelling krijgt bijvoorbeeld ook te maken met de verhoogde huurprijzen van de accommodaties waar gebruik van wordt gemaakt. En dat gaan ook de klanten merken. Nou, het heeft zeker impact, want je moet natuurlijk naar je organisatie kijken. Je moet kijken van nou, kan het ook op een andere manier georganiseerd worden? Moeten we dingen ook niet meer doen? Ja, dat is een proces wat we inmiddels natuurlijk gestart zijn en waarin ook al een aantal dingen duidelijk zijn geworden. En vooral ook dit jaar zullen een aantal mensen gemerkt hebben dat wij ook de eigen bijdrage om deel te nemen aan activiteiten en aan dienstverleningen, ja, dat we daar stappen in moeten zetten. Dus dat die, dat die omhoog zijn gegaan. Ondanks dat wordt er dit jaar dus toch bescheiden feest gevierd. Dat gebeurt bijvoorbeeld met een fotowedstrijd, een actie tijdens NL Doet en een wandeltocht in mei, die meteen bedoeld is om nieuwe vrijwilligers te werven.